kunst mogen we gratis reclame maken. Oké, dus, dit is mijn werk. En dat is de gallery. Dat is Gallery uit Amsterdam. Dat is, sorry? Gallery uit Amsterdam. De Gallery uit Amsterdam. En Oscar u bent? Van der Voorn. Ik ben de kunstenares van dit werk. Ja, maar uw naam? Margret Meisberg. Margret? Meisberg. Meisberg. M.M. 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 Nou, dan gaan we eens eventjes kijken, Margret, hoe je tot dit gekomen bent. Ik lever het net aan. Er zit een beetje... Weet je waar ik nou meteen aan moet denken? Aan lippenstift. Ja, nee. Daar hou ik wel van je. Ja. Er wordt hier ook nog gewerkt. Kijk nou. Er wordt hier gewoon nog vol. Hé, hey, hallo. Nou, jij gaat niks zeggen, maar ik ga nou heel diep nadenken. En dan dacht ik aan Marja of Maya. Ja, klopt. En nou moet ik denken. En je hebt een dochter die zit in, die doet een cabaret. Nee, die zingt. Heeft een eigen band. Ja, die heeft een eigen band. Room 11. Die Room 11. Nou, zij heet Janne Schra. Ja, Janne Schra. En jij en ik hou mijn eigen naam aan. Ik ben Maya Boot. Maya, je zet hier even, dit zet je even in de grondverf. Exact. Hè? Ja. Even ik ga Aubert ga ik schilderen. Jezus, dat is en dan meteen verkopen. Hopelijk, ja, het is slechte tijd hè, om te verkopen. Maar is het een goede tijd? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, in recessies. Maar ja, is het absoluut een goede tijd. En u bent? Ja. Ik ben Georgette van Galerie Georgette. Nou, prachtig. Vertelt u maar. Waar zal ik beginnen? Nou ben je aan de beurt. Ja. We hebben diverse kunstenaars, zoals u kunt zien. Van realistisch naar figuratief naar abstract. Beelden, keramiek, Portugees marmer, olieverf. En wat is nou je toppertje? En dat zijn ze eigenlijk allemaal. Ja, je hebt altijd wel één. Dat is Maya Boot. Ja, Maya Boot. Gemma Bouwman, okay, ook Gemma Nederlands. Gemma Bouwman. Ronald Verhoeven. Daar. Henk Hofstra is een van de grootste... Oké, okay, dat is hier beneden, Hassan die tulpen, zeg maar. Koeien, die maakt hele grote koeien. En grote koeien maakt hij ook. Ja. Hier. Daar. Hier. Nou zoeken we Wilma Schut, want die heeft hier alles georganiseerd. Daar staat ze. Nou, Hassan, die blonde vrouw, een beetje zo'n weet je wel, zo'n Marilyn Monroe kapsel daar. Nou, maar dan anders, daar gaan we nou even naartoe. Ik hoop dat je nog draait. Wilma Schut. En Wilma Schut staat met een man. Nou ja, dat is de beroemdste fotograaf van ons land. Ook een van de allerrijkste fotografen van ons land. Leo Vogelsang. Leo, goedemorgen, goedemiddag. Voor de sportbijlage? Voor de sportbijlage en voor de privé. Voor de privé, leuk. Ja, we maken een beetje promotie hier. En dit is een jaarlijks terugkomend evenement, wil men ervan maken. Oké. Okay. En Rick Velderhof zou komen, die zou gaan schilderen. Maar Rick, die schijnt nog in Rome te zitten. Alright. Dus, we wachten maar. Ben jij er? Nou, we wachten op Rick. Niemand. Barbara Plugge van Privé. Met niemand over gesproken. De vrouw die mij ontdekt heeft. Ja. 60 jaar geleden. Ja, niemand zag wat in je, maar ik wel. Ja, dat klopt. Ik zag wat in je. Ja, jij weet het. Leuk. Mooi zie je eruit. Wilma. Hallo. Ik wil nu even serieus, hè, want jij bent hier... Oh, ik ben zo serieus. Ja, nou, jij bent hier de grote baas van het spul. Je hebt het helemaal georganiseerd, of niet? Ja. Ja, hè? Helemaal zelf, toch? Een beetje hulp, maar... Dat zeg je nooit over jezelf, ja. Ja, heb je zelf gedaan. Het was enig om te doen, trouwens. Precies. En hoeveel standhouders zijn er nu op deze kunstmarkt? 27. 27. En echt hele goeie. Ja, en je hebt ook wat jonge kunstenaars. Ja. Heb je tijd om even een paar te belichten met mij? Absoluut. Dat we even over de markt lopen. Ja, vind ik leuk. Ja? Kan het nu, of zeg je nou... En dit is natuurlijk ook fantastisch, hè, George van Herwaarden. Oh, zullen we daarmee beginnen? We beginnen met George van Herwaarden. Zij maakt ook zulke prachtige dingen. Zij? Ja. Maar ze loopt weg nu. Ja. Ja, die is een beetje bang. Vind je het gek? Ja, nee. Ik vind het helemaal niet gek. Hallo. Dit is Fransje Mulder, de vrouw van George. Van George van Herwaarden. Ja, dat is de vrouw. De lijst te maken. Van de Staaf, prettig kennis te maken. Ja.
Maar George is er zelf niet. Jawel. Maar hij heeft zijn vrouw gestuurd om te verkopen. Nee, George is even een rondje aan het maken, maar die zullen we zo wel zien. Ja, George, je moet me even een beetje helpen, want ik ben wel kunstkenner, maar ja, ik bedoel, soms blijf ik... Maar Fransje kan beter over George vertellen dan ik. Oké, maar hoe groot is George? Hoe lang is een Chinees? George is ongeveer zo groot, maar in werkelijkheid is hij enorm. Ik bedoel, als qua naam, hè? Qua naam is George toch wel behoorlijk groot, ja. Grote naam, ja. Grote internationale naam ook. Nou, internationaal, daar hangen wel veel schilderijen. België bijvoorbeeld. Samen. Ja. Beren. Nee, maar het is mooi. Het is zeker mooi. George heeft wel een grote naam. Mijn hond wordt pissnijder. Smaak is... Die tanden. Ja. Wat een rotonde. Nou, George, Wilma, we moeten door, want anders is mijn bandje vol. Ja. Oh, ik heb wel drie bandjes twee bij bandjes. Drie. Ik wil graag laten zien, Fransje. Ik maak de lijsten. Alle lijsten. Nee, zo goed. We maken ons een beetje zorgen over het geluid. Oké. Okay. Ja. Fransje, waar je net mee praat, die maakt dus de lijsten. Moet je kijken, met al die schitterende kralen en met die... Die veren en daar met dat goud en die stipjes, die kunnen ook besteld worden. Fransje heeft een hele mooie winkel in Antwerpen. Dus... Heel mooi die lijst. Ook. Prachtig, hè? Die heb je, George. Of doen we... Hassan, heb je George? Rob van Trier. Sorry? Rob van Trier. Rob van Trier, daar is George. Oh, maar ik ken George volgens mij. Nou, wat, kijk. George van Herwaarde. Dat jongen, hoe is het? Ja, hij is goed. Ik heb voor jou nog ooit geen erfenis helemaal moeten beheren. Nou, dat bedoel ik. Ja. Hoe is het met Prins Bernhard? Ja, uitstekend. Hij is helemaal opgeknapt. Ja. Hey, je doet veel hier, hè? Ja, de laatste jaren. Veel, ja. Want ik in het begin herkende ik je niet. Nee. Van de limieten toen. Ja, nee, precies. Ja. Hé, hey, maar nu... Ja. Dan zie je me eens wel aan de andere kant. Nou, we hebben eigenlijk alles al besproken. Je bent al verkocht. Ja, ja. En ik vind dat je de kunstenaar dan zelf ook niet te veel moet vragen waarom. De reden waarom je nou zoiets maakt en hoe. Nee, het is allemaal geld. Het gaat alleen maar om geld. Het gaat alleen maar om geld. Ja, waar eet jij dan van, toch? Nou, de werken zitten zo in de prijsklasse van? Tussen de 7,5 en 14. Nou, dat is duizend. Nou, dat is een mooie investering. En als ik nou 15 jaar geleden een George van Herwaarde had gekocht? 4.500 gulden. En die had ik nu kunnen verkopen voor? Voor 16. Makkelijk. Gulden. Gulden. Nou, je staat erop. Wilma, we moeten door. We gaan, want het duurt allemaal zo lang anders. George, je staat er helemaal op. We hebben je vrouw al genomen. Dus. Je bent er net zo snel als ik. Ja. Oké, goed. Hoi. Het gaat gewoon door, hè? Het gaat door. Ik ga gewoon door. We gaan door. Echt wel. Jawel, hier zo'n camera en daar zo'n camera. Jij bent een filmer. Ja, nee. Beetje. Loop maar. Mam, wat gaan we nou zo?